Verpleegkundigen kunnen beïnvloed worden om de verandering te zijn die ze willen zien binnen hun vakgebied. Zo antwoordde Angela Walelei-Kumbangsila, hoofdtrainer van het Leadership for Change programma gisteren, de rol van 28 geslaagden aan deze cursus. Volgens Walelei-Kumbangsila moeten deze groep in staat zijn invloed uit te oefenen op de gezondheidszorg en het beleid voor volksgezondheid op nationaal en regionaal niveau. The change they want to see, so they can improve healthcare systems and healthcare outcomes in their country, but also on regional level. The program aims to assist in preparing nurses for management and leadership during health sector change and reform, and enhance their contribution to health services. It also aims to assist in preparing nurses for management and leadership during health sector change and reform, and to engage in the development of health and social policy so they can be effective leaders. Het Leadership for Change programma is bedoeld om verpleegkundigen te bewapenen met leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om organisatorische veranderingen door te voeren. Gezondheidsminister Umar Ramadien zegt dat dagelijks binnen het ministerie wordt gekeken naar mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren. En die discussie is, we hebben te veel ziekenhuizen, we hebben te veel te logge apparaten, we hebben een slecht verwijsbeleid vanuit de eerste lijn. We hebben te veel diagnostiek, we hebben overconsumptie, we hebben verspillingen. Al deze zaken weten we met z'n allen. Daarom is nu belangrijk dat wij gaan bundelen. Ik denk dat het ook heel goed is dat de verpleging ook inderdaad meer inspraak krijgt. We praten al lang over, zuster Holban en anderen. We praten al lang over, de verpleging zal meer inspraak moeten krijgen in het beleid. De minister vraagt aan ieder binnen hun vakgebied hem bij te staan in het traject naar verbetering van de gezondheidszorg. Ramadien verwacht geen wonderen binnen een jaar, maar dat de autoriteiten al maatregelen treffen om dit doel te bereiken.